Hallo, ik ben Sonja Willemsen. Ik ben lid van Willemsen Fonds Oostende. Het laatste boek dat ik gelezen heb en dat mij echt bijblijft, is een boek van Ish Ait Hamu. Het moois dat we delen. Het gaat over een zij. Zij die terugkeert en hoopt. Het gaat over een hij. Die iemand verliest en op zoek gaat. De hij en de zij ontmoeten elkaar en worden wij. En dan lees je een einde waar je gewoon stil van wordt. Ik wil een deel, het begin, voorlezen uit het boek. We hadden om 6 uur afgesproken, zoals elke vrijdagavond. Ik had les tot 5 uur en nam daarna de tram. Hij kwam altijd met zijn mooie blauwe Audi. Elke week bood hij me aan op te pikken, maar dat hield ik af. Liever wilde ik de spanning opbouwen, een aanloop nemen voordat ik er weer in zijn nabijheid was. Ik nam graag de tram. Kijken naar mensen, me afvragen waar iedereen naartoe gaat. Hij draaide verschrikkelijke muziek in zijn auto. Dat speelde ook wel mee. Voor ik uit de tram stapte, spoot ik nog wat extra parfum. Mijn geur moest hem bijblijven. Hij mocht me niet vergeten.